aan het begin van het vierde Forum on European Culture. Het thema dit jaar is A Culture of Democracy. De Bali heeft 5 dagen programma met denkers uit heel Europa, schrijvers, om te spreken over democratie, democratie onder druk. En het symbool wat we daarvoor hier naar het Leidseplein gehaald hebben is deze tank uit de Oekraïne, een Russische tank van het regiment dat in Bucha, een voorstad van Kiev, vele, vele burgers ombracht. Een regiment uit Ulan-Ude. En daar is deze panzer een van de resten van. Als symbool van de kwetsbaarheid van de democratie die aan alle kanten belaagd wordt, of dat nou het internet is, of dat nou de pandemiemaatregelen zijn, of dat nou de oorlog van Poetin is. Democratie is iets om te bewaren, te bespreken en over na te denken. En daar is dit een confronterend en hartverscheurend symbool van. En de burgemeester van Amsterdam, we hebben dit samen dankzij ook de ontzettende goede medewerking van Amsterdam kunnen regelen. Ook overigens met het Vrijheidsmuseum in Groesbeek, daar zijn we ontzettend dankbaar voor. Hij staat hier tot 5 juni. En de burgemeester is, ik ben ontzettend blij dat Femke Halsema, burgemeester van Amsterdam, iets erover zegt. Over het belang van dit voor Amsterdam en voor de wereld en voor Europa. Hartelijk welkom Femke Halsema. Het woord is aan u. Ambassador, Excellency, it's really an honor to meet you here, and I think we're very grateful that you're here. And we know these are horrific times for you and the Ukrainian people, so be welcome in Amsterdam. Dames en heren, deze tank zou hier niet moeten staan. Dit is een plek van... Dit is een plek van theater, debat, een plek van film, van dans, van romantiek zelfs. Elke dag komen hier talloze Amsterdammers en bezoekers om cultuur te snuiven, te discussiëren, vermaakt te worden, om elkaar te ontmoeten en uiteindelijk ook vrij te zijn. En deze Russische tank is het symbool van het tegengestelde, van vrijheid. Tegengestelde van vrijheid. En bij het zien van deze tank hier op deze plek slaat de kou je om het hart. En dat is ook precies wat de bedoeling is. In Oekraïne staan nog duizenden Russische tanks. En als die niet zouden worden tegengehouden door Oekraïners, zouden ze nog veel meer pleinen als deze oprijden. Ik zou u willen vragen om respect, ook voor een vertegenwoordiger van het Oekraïense volk hier. Want wij weten wat er gebeurt als de Oekraïners zich niet verdedigen. Dan worden theaters kapotgeschoten, worden burgers vermoord, vrouwen verkracht en kinderen gedeporteerd. In Poetins wereld is er geen vrijheid om te houden van wie je wil houden, om te zijn wie je wil zijn. Dat is een wereld zonder gelijke rechten voor vrouwen en minderheden. Een wereld waarin schrijvers, kunstenaars en journalisten worden vervolgd. Voor die wereld werd deze tank ingezet. En vroeger stond hier, zo'n 150 meter verderop, tussen waar nu de Bali en Paradiso staan, een gevangenis. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd deze door de bezetter gebruikt om verzetsmensen, politieke gevangenen, en Joden te ondervragen. Weet u, zal ik iets tegen u zeggen? U mag straks, voeren wij even een gesprek. Maar wilt u dan nu niet door mij heen schreeuwen? Dan praat ik zo even met u. Kunt
kunt u even respect opbrengen, dan praat ik zo met u. Goed, ik ga terug. Dank u wel. Dank u wel. Vroeger stond daar een gevangenis. Tussen de balie en Paradiso. En tijdens de Tweede Wereldoorlog werd die gevangenis door de bezetter gebruikt om verzetsmensen, politieke gevangenen en Joden te ondervragen. Toen de Duitse politiemensen zagen dat de geallieerden ons land bevrijden, verbrandden ze het administratieboek. En een van de gevangenen destijds schreef daarover het volgende. Denken de moordenaars daarmee hun schuld ongedaan te maken? Al die levens die daarin neergeschreven werden, zijn een blijvende, schreeuwende aanklacht, ook zonder administratieboek. Laat deze tank hier in Nederland ook zo'n aanklacht zijn. Een aanklacht namens de levens die ermee zijn verwoest. Namens alle Oekraïners die in onze stad een veilig heenkomen hebben gezocht en welkom zijn. Namens alle Amsterdammers die solidair zijn met Oekraïne. Maar laat deze tank ook een waarschuwing zijn. Dat de vreedzaamheid, de menselijkheid, de democratische waarden en onze vrijheid niet vanzelfsprekend zijn. Het plaatsen van deze tank is niet een gebaar van triomf. Integendeel, het is een gebaar van pijn, van verdriet en van geknakte democratie. En de tank herinnert ons eraan dat we democratie elke dag moeten verdedigen. Tegen misinformatie, tegen samenzweringstheorieën, tegen extremisme en zondebokkenpolitiek, tegen haat en onverdraagzaamheid. Door ons uit te spreken tegen leugens. Want zonder waarheid is er geen democratie. Door op te komen voor minderheden. Want zij merken altijd als eerste wanneer onze vrijheid op het spel staat. Door pal te staan voor onze journalisten, schrijvers, kunstenaars. Want zij zijn de tegenmacht waar onze rechtsstaat op stut. En door bereid te zijn om als het moet, wat ons het meeste dierbaar is, met alle middelen te verdedigen. Slava Oekraïne! Hartelijk dank, burgemeester Halsema. Hartelijk dank. Nederland vrij, geen webmaatschappij! Stop de NAVO! Stop de NAVO! Oorlogspropaganda! Hildeberg, Landraad, Femke Halsema, lid van het World Economic Forum. Klaus Schwab is de baas hier in Amsterdam. Young Global Leaders. Abramovic, goede vriendin. Heel Amsterdam in armoede gestort door de gascrisis. Waar is het mededogen? Oh, sorry. Even op de ghetto hier.
Ga praten met de mensen ook mee. Nederland betekent oorlog, terwijl we een Venuspaleis in Amsterdam hebben, in Den Haag. Terwijl als andere mensen hierover zouden spreken, een beleid hier zouden maken, dan krijg je een boete. Ik vind het belachelijk. Ik vind het belachelijk dat u hier burgermoeder bent. En u zou eigenlijk gewoon een bezemstil moeten pakken en terug moeten vliegen naar Enschede of uit het land. Want u hoort niet in dit land. U staat voor een communistisch systeem waar Stalin en Lenin een dubbel zien, alleen maar voor zo'n dromen. U bent echt een schande voor Amsterdam. Een schande voor Amsterdam en een schande voor Nederland. Ja. U werkt voor het WEF, u werkt niet voor Amsterdam. Ja, voor het WEF, we zijn gekocht. U moet juist dialoog maken. Klaus Schwab. Laat dit zeggen. Wat zijn de mensen? Bloeddrinkende elites. Adrenodroom. Ik heb mijn vaders nooit gekend door dit ellendige gedoe, die koude oorlog. Er was geen eens oorlog. Ik heb mijn vader nooit gekend, neergestort met 80% van de piloten die hier naartoe gaan en met goedkope vliegtuigen. Ja, dat is ook heel erg. En dan sta je voor de kinderen, want die hebben geen stem. Laat antwoorden. Ja, die hebben ook pistolen. Ik ben degene die hier alleen maar dingen doorzet, zonder met overleg van burgers. Het sekscentrum bij de Rijn. Dit en allerlei andere plannen komt er door zonder tekens, zonder maatschappelijke organisatie. Maar u laat dit toe. We leven hier in een ghetto. Alles is hier overgenomen door criminaliteit. 15 minutes city. Ik voel me niet meer veilig in Amsterdam. Overal wapens. State city. Armoede regeert Amsterdam. Het dialoog tussen Rusland en Oekraïne. En niet wapens hier gaan zetten. Ja, je bent verantwoordelijk voor heel veel. En daar ben ik medeverantwoordelijk voor. En ook in Rusland. Ik ben medeverantwoordelijk voor de hitte van de oorlog. Ik ben medeverantwoordelijk voor straks honderden jongens en meisjes hier naar Oekraïne worden gestuurd. Als wie weet, ik word medeverantwoordelijk. Er zijn ook al plannen voor, hè, voor op de hoek staan. En van Halsman, die zijn er allemaal. Demonstranten, een paar hoor. Telegraaf. Sorry, ja, maar ik kan niet anders staan. Hier staat de fiets. Wij willen vrede. Kees, ik hoor erbij. Kom dan. Het is wel gelukt.